Vandaag ga ik in duet met Margarethe Kleine. Jaren geleden heb ik haar wel eens zien optreden met Jef Zwart, met haar eigen Drentstalige liedjes, tijdens de Dedemswaria. Ze heeft inmiddels 2 albums uitgebracht en ze is nog altijd bezig met het schrijven van nieuwe muziek. Ongeveer 20 jaar later staat Margarethe in het publiek, bij de Dedemswaria, als ik daar sta te zingen. We spreken elkaar. Als ik Margarethe uitnodig voor mijn programma, komt ze graag een paar keer langs om alvast wat te oefenen. Er is meteen een klik en een nieuwe vriendschap is geboren. De lessen is net weg, ze komt alleen nog aan jou op punt, of hij iets te klagen heeft. Ze kwam hier allemaal zo graag, toen hij er nog was. Heb je wel in de gaten, of besef je je Welkom. Dankjewel. Eerder toen ik klein was, echt zo'n klein meisje en ik zag ergens een microfoon staan, dan rende ik er altijd naartoe en wilde ik ook heel graag zingen. Had jij dat ook toen je klein was? Nee. Nee? Nee. Wat dacht jij dan? Nee. Hard wegrennen? Nee, zingen was niet mijn eerste ding.
Oké. Ik speelde al jaren de gitaar voordat ik überhaupt aan zingen. Dat durfde ik helemaal niet. Dat is pas toen ik bijna 20 was. Toen ben ik pas begonnen met zingen. En hoe ben je ineens aan het zingen gegaan? Dan moet ik helemaal goed nadenken. Ik ben ooit een keer begonnen met familie, zeg maar, op bruiloft van mijn zoon. Ja? En had ik eerst ook helemaal geen gitaar. En dan ben ik later pas bij gaan zingen. Maar ik heb ook een poosje in Leiden gewoond en daar ben ik een paar keer op straat geweest. Gewoon zo. En daar heb ik heel veel van geleerd. Met interactie met het publiek. Okay. En vanaf daar heb ik wel een beetje het lef gekregen, zeg maar, om te gaan zingen. Maar dat was, ja, relatief gezien, met de gitaar was ik 8. Ja? Toen ik begon. En het is allemaal goed om meteen. Maar... Dus je hebt eigenlijk op straat heb je leren zingen en gitaar spelen tegelijk? Ja, ongeveer. Ja. Het is een beetje, het verhaal duurt wel een beetje langer, maar in een notendop komt het daar een beetje op neer. En toen je 8 was, ging je gitaar spelen? Ja. Had je toen gitaarles? Of, Ik had les, ja, van een oom van mij. Die had volgens mij de gitaar een keer bij zich. Of we waren door. Ik weet nog dat ik in ieder geval op de knieën voor de gitaar zat. Ik heb die gitaar nog steeds trouwens. Oké. Ja, en dat moment weet ik nog. Dat ik dacht van, nou, hé, wat is dat voor een instrument? En daar heb ik eerst een paar jaar les gehad van hem. En later naar de muziekschool gegaan. En van het een kwam het ander. En toen ben je op een gegeven moment zelf liedjes gaan maken? Dat kwam nog weer later. Oh, dat was nog veel later. Ja, dat was nog weer later. Ja, en eerst ook een beetje in het Engels en toen liep dat niet, Er Is Niks, dat is mijn allereerste singeltje. Ja, die we samen ook spelen. Precies, ja, dat was mijn allereerste liedje en die werd heel goed ontvangen. Maar dat is, en vanaf daar was het gewoon, het klikte zo met die tekst en alles. Dat ja. Van, dat gaan we zo doen. Die is heel goed ontvangen, Er Is Niks. Die heeft ook landelijke aandacht gekregen, toch? Ja. Ja, goed. Maar ik was ook wel benieuwd... we hadden het over Er Is Niks. Die heeft ook landelijke aandacht gekregen op Radio 2. Radio 1 en Radio 2, inderdaad, klopt. Ja. 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 En hoe ging dat toen? Wat dacht je? Wow, wat overkomt me nu? Ja, dat heb ik een jaar lang wel gedacht. Ik denk zo, dit gaat mooi. Ja. En dan, dan app dat een beetje weg. En, maar ja, god, je blijft altijd wel muziek maken natuurlijk. Dus dat, maar dat was wel een hele bijzondere ervaring allemaal, hoor. Hoe lang is dat geleden? Poeh. 2000, god, wanneer was dat nou? 8. 2008, meen ik, ja. 2008. Ja. Ze staat op deze cd. De cd heet ook? Nee, dus die heet Drok. Ja. Drok. Ja, dat was de eerste. Klopt. En dit is de tweede? Ja, Thuis is de tweede. Thuis is de tweede. Ja. En die heb je, die is heel leuk opgenomen, hè? Vertelde je. Thuis, ja, daar ben ik heel erg, Drok ook, ben ik ook ontzettend blij met. Bij Studio Sico, bij Nico en Siep. En dat was ook de gek. Ploeg, hè? Ja, ja. Inderdaad. Die is, ja, dat is, maar het zijn allebei geweldige producties, maar deze is gewoon, daar heb ik gewoon live in gespeeld met Peter Dijman en Richard Soer op bas, Peter Dijman percussie, drums. En dat was in de Flower Tree Studio in Nieuw-Amsterdam, maar het was gewoon heel bijzonder. Voelt als Thuis? Het voelde ik als Thuis inderdaad. Daar ben ik ontzettend trots op en blieden met hoe dat nu de pakt is. Ja. Nogmaals, met Drak ook, die klinkt ook fantastisch. Ja, ja, absoluut. Ja, super. Hele mooie liedjes. En je ging dus in dialect, dat ging eigenlijk vanzelf. Er is niks. Hoe is die ontstaan, dat nummer? Ja, ik was een beetje aan het, ik woonde toen in Schonebeek en ik had toch gewoon, je komt met je gitaar op de schoot en je probeert als wat en dan zo niet dat je geluk hebt. Ja, dan ontstaat er iets hier en hier, zeg maar, en dan heb je in ieder geval een akkoordenschemaatje en er komt dan een melodielijn en een tekst op. En dan, een liedje was ik binnen een uur of zo, nadat ik besloten had om bewust ergens om het in de Drenthe te doen, was het liedje ook zo af. Ja. Omdat, dat is gewoon, het blijft een magisch moment, vind ik, dat er een liedje geboren wordt. Dit is het beste hoe ik het kan onderbouwen, zeg maar. Ja. 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 En toen dacht je, ga ik alle liedjes in dialect schrijven, want dat past best bij me. Of hoe... Ja, vanaf die tijd heb ik niet weer een andere... Nee. Maar je hebt nog wel in het Engels geschreven? Ja, ooit wel eens, ja. Maar niet, toen had ik ook helemaal niet de intentie van, ik wil hier wat met, ik ga dit brengen, of weet ik veel. En met het Drentse ding was dat, veel meer vanzelfsprekend om het wel te doen. Ja. Dus vandaar. Ja. En toen jij nog een klein Margreetje was, jouw vader die speelde in de Tijdbrekers, klopt dat? Ja. Ja. Want wij hebben natuurlijk de olde grammofoon in de hele straat nog steeds. Ja, zeker. Dus daar ben ik ook nog benieuwd. Heb je daar nog wat van meegekregen? Ging je dan wel eens mee met optredens of zo? Of, Nee, niet toen mijn vader bij zat.
mijn broer heeft er later ook nog bij geweest. Dus mijn vader en mijn broer zaten met allebei in de tijdbrekers. Maar ik ben ongetwijfeld wel eens een keer bij repetities geweest. Maar jongen, dit is lang geleden. Dat is heel lang geleden, ben je bijna vergeten. Nou ja, ja. Maar dat was gewoon wel een hartstikke leuk bandje. En ik heb ze ook wel eens live op zien treden. Met Dido's vader, ja. Ja, precies. Ja, leuk. Maar niet bij hun op het podium geklommen toen nog. Nee. Dat was pas in Leiden. Ja, nee, dat was helemaal niet in vragen dat ik... En twijfelde je dan ook of je kon zingen of zo? Dat je dacht van, nou, dat moet ik niet doen? Of was, was je er nooit naartoe gekomen? Goh. Dat weet ik niet. Ik had er nooit geen... Ja, ik durfde het niet of zo. Er was nog een beetje... gitaar speelden was dan tot door aan toe, maar... Dus, God, dat is een goede vraag. Ik kon het wel, zeg maar. Ik had wel een gevoel voor, nou ja, toon en weer wel. Ja, eigenlijk is het toch wel ontstaan van... In het begin, heel zachtjes en heel verlegen, zeg maar. Ja. Maar ja, dat, als je dat maar lang genoeg doet, dan ontwikkel je dat gewoon. En heb je dan ook niet een moment gehad dat je denkt van... oh, wacht, dit is het toch. Niet één bepaald moment, denk ik niet. Ik denk dat is gewoon echt zo gegroeid. Geleidelijk aan is gewoon, ben ik er meer zeker van geworden. Ik dacht van, oké. Dit lukt wel zo, zeg maar. Ja. En ben je op dit moment ook nog liedjes aan het schrijven? Het is nu op een ietsie lager pitje. Ik heb een paar jaar geprobeerd rond te komen van de muziek, maar het is toch een beetje lastig. Helaas. Dus ik heb er nou. Ik ben weer terug in het onderwijs, waar ik ook al een aantal jaren gewerkt heb. Dat is hartstikke leuk. Ik heb afgelopen maart was mijn laatste single, De Planeet is hier komen. Dus maar de muziek, dat blijft, hoe dan ook. Ik heb op mijn eigen studio heb ik nou een studiootje. Heb ik gewoon thuis. En daar ben ik wel dingetjes mee aan het opnemen. Ik wil heel graag nog wel weer een cd uitbrengen natuurlijk, een album. En dat komt ook wel, maar wanneer, ik zal het bij God niet weten. Nee. Maar dat blijft altijd, dat zit in het bloed en dat gaat er nooit meer uit natuurlijk, dus dat blijft. Heel veel succes en heel erg bedankt. Ja, jij ook bedankt voor de uitnodiging. Ja. Mooi hoor, hartstikke goed. Oh,
dan zo verkeerd doe? Ik kan wel